Goedemiddag. Wielrenner Frank van den Broeke is gisteravond onverwacht overleden in Senegal. Een vriend vond hem dood terug op zijn hotelkamer. Hij zou gestorven zijn aan een longembolie. Van den Broeke, 34 nog maar, was een wielerfenomeen. Hij werd een groot talent genoemd en behoorde in zijn eerste profjaren ook tot de absolute wereldtop. De laatste 10 jaar kwam hij vooral in het nieuws met privéproblemen. Een overzicht van zijn carrière en reacties op zijn overlijden krijgen we van Katrien van Eylen. Frank van den Broeke leek als wielerster geboren. Hij kwam uit een koersnest en stak al van in de jeugd boven de concurrentie uit. Hij was amper 20 toen hij indrukwekkend overstapte naar de profs. Hij won Parijs-Nice, de Scheldeprijs, Gent-Wevelgem en in 1999 Luik-Bastenaken-Luik. VDB was toen 24 en een moderne wielerheld. Maar van dan af ging het bergaf. Al bij de jeugd was Frank van den Broeke een grote belofte. Hij werd Belgisch kampioen bij de nieuwelingen en hier in 1992 ook bij de junioren. Datzelfde jaar behaalde hij ook brons op het WK. In 1994 werd de veelbelovende van den Broeke prof bij Lotto, waar zijn oom Jean-Luc ploegleider was. Maar VDB verbrak wat later zijn contract om naar het grote Mapei van Patrick Lefevre te trekken. In de trui van Mapei behaalde hij zijn eerste grote overwinningen, hier in Parijs-Brussel, later ook nog in de Scheldeprijs en Gent-Wevelgem. In Van den Broeke schuilde ook een goed rondrenner. Dat bewees hij in 1998 door naast twee ritten ook de eindzege in Parijs-Nice te behalen. Dat was vandaag ongelooflijk. Ik rijd er groot plateau, gans de klim. We winnen nooit, allez, ik kan er nooit genoeg op de pedaal duwen. Van den Broeke werd kopman bij het Franse Cofidis. 1999 werd VDB stopjaar met onder meer overwinningen in de Omloop het Volk en Luik-Bastenaken-Luik. Van den Broeke, voilà. Oh. Ja, zo is het. Zij dat er net, dat durfde niet langs rijden. Ja. Kijk, ze gaan sprinten tegen elkaar. Hè? Nee, Bartoli die kijkt dan niet zo van, wat denk jij wel, jongeman? De Golden Boy zorgde tijdens de beklimming van La Redoute voor een van de meest memorabele wielermomenten uit de recente geschiedenis. Van den Broeke won met Luik-Bastenaken-Luik zijn eerste wereldbekerkoers. Het was eigenlijk ongelooflijk. Het publiek, hoe dat die roep boven La Redoute, was voor mij iets heel speciaals dat ik nooit vergeet in de hand van mijn leven. Later datzelfde jaar won Van den Broeke ook 2 ritten in de Ronde van Spanje, hier in Avila. Van den Broeke was topfavoriet voor het wereldkampioenschap in Verona, maar daar liep het fout. En nu hier een valpartij van hem. Dat is Van den Broeke. Frank van den Broeke, jawel. Ondanks een gebroken handbeentje reed Van den Broeke nog een ijzersterk wereldkampioenschap. Maar de man die wereldkampioen had moeten worden, eindigde uiteindelijk pas 7e. Na de overwinning in Luik-Bastenaken-Luik van 1999 verloor de flamboyante renner zichzelf in zijn gulzige levensstijl. Zijn privéleven was chaotisch, hij kwam in aanraking met het gerecht en de vele comebacks die hij tussendoor probeerde te maken leidden nooit meer tot echt succes. 1 keer kwam hij nog boven water toen hij in 2003 derde werd in de Ronde van Vlaanderen. We praten zo meteen met onze wielerreporter Michel Wuits, maar eerst hebben we een reactie van de zwaar aangeslagen vader van Frank van den Broeke. Vous connaissez ce qu'on peut ressentir de la perte d'un enfant, quoi. Finalement, c'est notre enfant. Et bon, je tire les conclusions que ça a quand même été toujours un garçon et un être un peu hors du commun depuis son enfance. Et puis il nous quitte comme ça, comme un peu comme il a vécu. Et pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus sur sa mort. J'ai 3 enfants, mais c'était celui qui se démarquait. Et voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne vais pas dire qu'on s'attendait, pas du tout, mais quelquefois, on a eu peur d'une nouvelle comme ça. Et puis voilà, il est arrivé. Michel Wuits, je hebt het leven en de carrière van Van den Broeke op de voet gevolgd. Annelies gaf het al aan, hij was een echt wielerfenomeen. Ik reken hem bij de top 10 qua talenten aller tijden, qua lichamelijk talent. Hij was gemaakt voor duursport. Hij had een uitzonderlijk cardiovasculair systeem. Had bijzondere spieren. Je mag ook niet vergeten dat hij in zijn jeugd veldloopkampioen geweest is. Dat uitte zich in schitterende prestaties. Ik denk met weemoed terug aan zijn ritoverwinning in de Vuelta in 1999, toen hij in Avila Zarabaitia losreed en dan spelenderwijs
als winnaar over de streep kwam. Het was zo uitzonderlijk dat ook alle commentatoren van buitenlandse televisiestations vertelden na afloop, ja, dit wordt de grootste van zijn generatie. Mm-hmm. Jammerlijk is er ook nog een andere component aan talent en dat is de geest, de spirit. Qua karakter was hij zeer kwetsbaar. Mm-hmm. Je mag zelfs zeggen bijna labiel. Mm-hmm. En dat leidde tot depressies. En aan het eind kun je stellen. Een van zijn grote problemen was ook zijn afhankelijkheid van medicatie. Zoals hij aangaf in zijn boek Ik ben God niet. Heeft dat dan uiteindelijk zijn wielercarrière kapot gemaakt? Het heeft in alleszins niet geholpen aan het verder uitbouwen van die carrière. Als je aan depressies leidt, dan kom je aan antidepressiva toe. Dan moet je ook vrij snel aan inslaapmiddelen toekomen. En dan moet je ook middelen gebruiken tegen angstaanvallen. En wat dan nog allemaal meer. Komt er ook nog eens bij dat hij ook toegaf dat hij zich dopeerde. Net als alle andere grote van zijn tijd overigens. En dat gedurende een aantal jaren en die toenemende depressieaanvallen, dat heeft natuurlijk zijn carrière stevig ingekort. Dat we zeggen dat hij de zomer van zijn carrière nooit bereikt heeft en nu bereikt hij de zomer van zijn leven niet. Nee. De laatste 10 jaar van Van den Broeke's leven was een periode van veel vallen en opstaan. We maakten een overzicht. Welkom in het journaal van 7 uur. Dit zijn de hoofdpunten. Wielrenner Frank van den Broeke wordt door de Parijse drugsbrigade ondervraagd in verband met een dopingzaak. 3 weken na zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik pakt de Parijse politie Van den Broeke op voor ondervraging. Hij wordt gelinkt aan Bernard Sainz, een mirakelgenezer met een reputatie in de paardenwereld. Van den Broeke komt snel vrij, maar uit zelf zijn twijfels. J'ai encore la conviction que les traitements de monsieur Sainz étaient homéopathiques et naturels comme il me l'a dit. Malgré aujourd'hui un peu mes doutes et la peur que j'ai de savoir ce qu'il m'a fait. Erger wordt het in 2002. De politie voert bij Van den Broeke een huiszoeking uit en treft dopingproducten aan. De beelden met een geboeide VDB gaan de wereld rond. Van den Broeke wordt als renner nooit betrapt op het gebruik van verboden middelen. Maar op de vraag of hij ooit doping gebruikte, zei hij onlangs... Nee, niet meer dan een ander. Dat is wat anders, hè? Ook privé beleeft hij woelige tijden. Zijn eerste huwelijk loopt spaak en ook zijn tweede huwelijk met de Italiaanse Sara Pinacci kent hoogtes en laagtes. VDB wordt depressief en onderneemt 2 zelfmoordpogingen. Ja, ik zag mijn leven niet meer zo verder aan en ik zei, ja, het gaat niet meer lukken, hè. Ik zal het doen. Ja. Iedereen op dat moment zei, ah, nee, het is iets slecht, maar ja, het zijn noodalarmen die ik heb gegeven. Maar het is een mechanisme van jaren depressie. Hè. En je verwerkt dat niet zomaar. Toch probeerde Van den Broeke telkens opnieuw te koersen. Hij bleef populair en vond altijd nog wel een ploeg die hem een contract wilde aanbieden. Dromen van een mooie toekomst als renner deed hij tot de laatste dag. Ik droom nou van te kunnen koersen, van de Parijs-Nice te maken, van het volk te kunnen maken, van de Ronde van Vlaanderen en van nog een internationale grote koers. Dat is mijn bedoeling, niks anders. Ja, Michel, ondanks alle problemen was Frank van den Broeke bijzonder geliefd. Hij werd telkens opnieuw door iedereen in de armen gesloten. Als je met Van den Broeke in contact kwam, dan zag je meteen dat innemende. Hij had iets broos in zijn blik en hij pakte je eigenlijk vast en hield je ook een half uur vast in een gesprek. Hij was ook een cultfiguur, hij was een vernieuwer. Hij had dat zikje, kleurde zijn haren, dan een keertje grijs, dan een keertje rood. En dat ging erin bij het publiek. Ik was bij de start van Dwars door Vlaanderen in Roeselare en Tom Boonen kwam op het podium. Die kreeg natuurlijk veel applaus. Maar die kruiste dan bij het verlaten van het podium Van den Broeke en dat applaus dat steeg naar een... Maal 3, maal 4. Ik stond echt verbaasd. Het was natuurlijk wel in West-Vlaanderen, bij zijn thuis. Mm-hmm. Maar om je maar te zeggen hoe het publiek Van den Broeke aanbad en eigenlijk nooit losgelaten heeft. Ik denk dat die idolatrie, dat die plaats gemaakt had voor een soort van medelijden. En ja, het volk bleef zich herkennen in Van den Broeke en wilde samen met Van den Broeke weer opstaan. Oké, bedankt Michel. Het volk en de wielerwereld gaf Van den Broeke altijd veel respect. En de wielerwereld herinnert hem als een groot talent die niet het maximum uit zijn carrière heeft gehaald.
Er zijn ontegensprekelijk verhalen geweest. Er zijn ook dingen geweest die waar geweest zijn. Maar er zijn ook dingen geweest die niet waar geweest zijn. Vooral dat eerste was toen ook nog maar pas 25 jaar. En toen werd eigenlijk afgekraakt ten onrechte. En dat is hem altijd bijgebleven. En dan erachter, de affaire bij Domo. Iedereen erin is zich geboeid als de grootste hangster. Dat zijn dingen die u tekenen voor het leven. Maar ik probeer de mooie momenten die ik heb met Frank te onthouden. En niet dit soort dingen die eigenlijk niet moesten. Hij was een gevangene van zijn imago, van zijn dubbele imago, zou ik zeggen. En hij wist niet meer waarin, waaruit. Hij was toch nog de ster, maar toch had hij weinig vrienden, had hij bijna geen vrienden. En ik denk dat hij niet echt meer een uitweg zag. En de laatste tijd heeft hij er nog alles om gedaan om toch maar nog een ploeg te vinden. Maar dat werd maar moeilijk. En met dat verhaal Machinelli, op den duur was hij de clown. Nee, op den duur je voelde hem er ook niet goed bij. Je kon hem niet echt doorgronden. Frank was iemand die had één passie en hij moest en hij wou zoveel mogelijk grote wedstrijden winnen. Hij wou de kampioen zijn van zijn generatie. Is daar ook gedeeltelijk in gelukt, maar is dan ook gedeeltelijk dan niet meer in gelukt. En dat is dan de reden voor mij dan ook dat hij ontspoord is, omdat hij niet meer het niveau haalde dat hij wou als mens. We waren toch tekenen dat toch niet goed, heel Hans goed in elkaar zat, het plaatje. Dat wist ik wel. Maar oké, ik heb hem voortdurend daarin gesteund en ik kon hem niet tegenhouden naar Senegal. Ik kon hem niet tegenhouden, maar ik had toch een voorgevoel van oké, Frank, dan is Senegal alleen ver weg en ik heb hem nog niet meer gehoord. Hè. Uitgerekend vandaag is de Belgische wielerwereld voor het laatst dit seizoen samen bij de traditionele afsluitingswedstrijd in Puttecapelle. En daar is uiteraard maar één gespreksonderwerp: de veel te vroege dood van Frank van den Broeke. Een verslag van Eddy de Mares. Wanneer heb je het nieuws vernomen? Gisteravond om denk half elf ongeveer hebben ze me gebeld en ik was echt geschrokken, zoals iedereen, denk ik. Het is ongelooflijk, hè? Ik had vandaag mijn telefoon afgezet, dus toen kon ik niet weten, maar ik heb vanmorgen de krant opengetrokken om 7 uur. En ik stond aan de grond gerageld. Ja, wat voel je dan? Wat denk je dan? Goh, ik zeg het is niet waar. Waarom? Omdat ik het niet verwacht had. Ik denk 2, 3 jaar terug wel, maar nu heb ik de laatste weken regelmatig contact met hem gehad. Ook met hem gezien, zowel op het WK als onlangs nog op een voorstelling van een boek. En hij zag er goed uit. En hij zag de toekomst goed tegemoet. En dan komt het wel plots. Ook de gewone wielerliefhebber is zwaar aangedaan. Frank van den Broeken is gestorven. Ik was er, ik zeg wel lief. Ik zei ja, Frank van den Broeken, een longembolie. En we krijgen het er moeilijk van. Ja, eerst wou ik het niet geloven. Ik zei dat kan niet. En dan hoor ik dat het in Senegal was op zijn kamer. En het is dan niet goed van, denk niemand. Het is echt een begrafenisstemming. En hoe moeten we hem herinneren? Ik vind dat wij hem best herinneren aan zijn goede tijden. Op de manier dat hij leuk was na geluk gewonnen heeft, dat waren zijn goede tijden. En hij heeft bewezen dat hij een echt groot talent is, een van de laatste grote talenten die wij in België gehad hebben, denk ik. En spijtig genoeg komt hij op een rare manier om het einde. Iemand die sterft, moet je al de mooie dingen herinneren. Herinner dat hij toch een man is die toch België heeft mooie momenten bezorgd, maar ook droevige. Naar aanleiding van de dood van Frank van den Broeke zendt Canvas de reportage van Belgasport over hem opnieuw uit. Vanavond om 9:10 op Canvas. Ja, Johan Museo, Frank van den Broeke was een uitzonderlijk talent en toch was zijn absolute top zo kort. Ik heb twee buitengewone talenten meegemaakt tijdens mijn actieve carrière en dat was Frank van den Broeke en Tom Boonen. Qua talent stak Tom Frank er nog net iets boven. Alleen is zijn carrière van korte duur geweest. En vandaag moeten we ook helaas zeggen dat zijn leven ook van korte duur is geweest. Ja. Hij had een uitzonderlijke drang om te winnen. En dat moest dan ook meteen in een glansrol zijn. Hè? Voor minder ging hij niet. Frank is geboren als wielrenner. Hij moest wielrenner worden. Zijn familie, de entourage rond Waskoers. En Frank was onmiddellijk koning. Hij won alles bij de jeugd. En Frank was gewoon gemaakt om een grote renner te worden. En dat wou hij ook. Hij had maar één passie, wielrenner worden. Ja. Bleek ook vaak tijdens trainingen. Hè. Hij beschrijft zelf in zijn boek Ik ben God niet hoe hij bijvoorbeeld met u wedijverde. Zelfs op training.
Frank ging heel ver, maar Frank had ook een hele grote faalangst. En hij moest dat dan ook bevestigen op training, zelfs naar zijn ploegmakkers toe. Dus op training had hij soms dagen dat hij zich moest bewijzen naar ons toe. En ik kan een kleine anekdote geven op stage in Italië. Marina Di Bimbona vertrokken we op training en toevallig zaten we naast elkaar. En Frank die begint een halve fiets voor te rijden. Van 35 per uur, ik rijd ernaast. En zo gaat hij verder naar 40. Zo zijn we naar 50 per uur gegaan. Hebben we een uur aan een stuk gefietst. Totdat er niemand meer in ons wiel zat. En dat er een van ons beiden ontploft. En Frank ontplofte. Ja. Maar hij kwam mij toch feliciteren van... Johan, we zijn een grand coureur. Net voor zijn topperiode hebt u 5 jaar lang met hem de kamer gedeeld. Hoe omschrijft u hem als mens, als persoonlijkheid? Hij was enorm geliefd en ik ben veel ontgoocheld geweest in de mens van de Broeke. Maar ik ben nooit kwaad geweest. Een paar uur of de dag erna was ik alles vergeten. En dat geldt voor iedereen. Daarom heeft Frank ook nog zoveel kansen gekregen erna. Iedereen wou hem nog proberen, iedereen wou hem nog sponsoren. Omdat hij heel geliefd was bij het publiek. Hij kon niemand kwetsen. Mm-hmm. Maar als persoon kon je echt niet door hem dringen. Ik sliep bij hem op de kamer en ik heb nooit kunnen de mens van de Broeke doordringen. Hij hield afstand, in zekere zin. Of onpeilbaar. Hij zei altijd ja en hij luisterde altijd wel naar goede raad. Maar uiteindelijk, die goede raad heeft hij nooit opgevolgd. Hij deed wat hij deed wou. Altijd zijn ding, wat hij goed vond. En eenmaal de kamer uit of de wedstrijd uit, dan was Frank alleen. Ja. Een gulzig karakter, zou je ook kunnen zeggen. Hij had veel aandacht nodig. Aan de andere kant is er ook die labiele en enorm kwetsbare kant. Niet echt sterk op bepaalde momenten. Hij uitte zich als een mens met een grote persoonlijkheid, een grote zelfzekerheid, maar dat was schijn. Daarom moest hij ook zich altijd bewijzen naar iedereen toe, op training en ook in competitie, dat hij de beste was. Frank is gewoon alleen geraakt op de wereld. Omdat hij zoveel beloftes niet nakwam. En dat waren kleine beloftes als grote beloftes. Kwam hij niet na. Mm-hmm. En hij is gewoon geïsoleerd geraakt op de wereld. En hij heeft zijn relaties verloren, heeft zijn kinderen verloren, heeft zichzelf verloren. En uiteindelijk is dit nu het resultaat. Ja. Er is ook die periode al snel na zijn belangrijkste overwinningen gekomen van zijn gevecht met medicijnen, met cocaïne, met depressie. Er zijn nu ook slaapmiddelen gevonden, Stilnoct en ook de angstremmer Xanax. Er zijn veel vragen, hè, over zijn dood. Ik denk dat die vragen binnenkort allemaal kunnen opgelost worden en gaan opgelost worden. Maar Stilnoct klinkt mij als koekenbrood in de oren, maar dat ken ik, dat is een slaapmiddel. En dat beschrijft hij ook in zijn boek Ik ben God niet. Dat hij gewoon verslaafd is geweest aan het slaapmiddel Stilnoct. En binnen in het wielermilieu en ook zijn ploegleiding, die was op de hoogte van het gebruik van Stilnoct. En ik wil het gerust zo formuleren. Frank heeft 50% zelfschuld aan het mislopen van alles. Maar dan is er nog 50%. En daar hebben bepaalde mensen en ook zijn ex-team Koffie die wel schuld aan. Ja, want daar was het blijkbaar à volonté in roulatie. Daar heeft hij het leren kennen. Hè? Frank was de koning toen, de koning van de wielersport, en is dan naar Cofidis gegaan. En men gaf hem ook de vrijgeleide als koning om te fungeren zoals hij het wou. In een ploeg moet je de orders volgen van de ploegleiding, van de ploegarts, van iedereen. Mm-hmm. En Frank deed dit niet. En hij kon gewoon alles doen wat hij wou. En ook het fenomeen Stilnoct is daar gestart. En helaas, op langdurig gebruik heeft dat rare gevolgen. Er was dan uiteraard de periode waarbij hij in opspraak kwam met doping en de periode van dokter Sens. Van den Broeke is dan op een bepaald moment afgevoerd met de handboeien. Is daar het keerpunt gekomen? Is dat wat hem gekraakt heeft? Het heeft hem veel dingen gekraakt, maar ook dit heeft er wel een stuk mee te maken. Frank had een heel groot ego als renner, als mens. Hij was altijd mooi gekleed, mooie kousen, mooie schoenen, mooie helm, haar gekleurd. Een playboy van de wielersport. En dan plots moet de koning van de wielersport in de handboeien afgevoerd worden. Persoonlijk vond ik dat niet nodig om te doen, want men had schrik dat Frank de Broeke ging lopen. Frank van de Broeke ging gewoon zijn onderzoek of zijn ondervraging ondergaan. En hij moest in de handboeien. Waarom? Voor de camera's. Mm.
Achteraf heeft Van den Broeke daar ook openlijk over gepraat. Een van zijn bekende quotes intussen is: ik heb niet meer gepakt dan een ander. U hebt al die opspraak rond doping ook meegemaakt. Hoe kijkt u daar nu op terug? Van den Broeke had wel lef toen hij praatte. Hij heeft lef, ja, maar uiteindelijk stond hij ook tegen de muur dat hij niet anders kon doen dan te spreken. En, ik heb ook zijn boek gelezen en veel mensen die dit boek hebben gelezen, die wisten niet dat het zo erg was. Dat een atleet die zo'n persoonlijkheid heeft of denken een persoonlijkheid te hebben, dat hij zo diep kan geraken. Dus Van den Broeke zat gewoon alleen op de wereld. Als je ouders verliest, kinderen verliest, relaties verliest, alles breekt, dan sta je daar alleen op de wereld. Mm. Vandaag is het eigenlijk uw verjaardag. U bent toch naar hier willen komen. U was het verplicht aan hem? Ik heb te veel mooie momenten gehad dan Frank van den Broeke. Ik herhaal nog eens, zijn talent was buitengewoon. Als je op 19-jarige leeftijd de stap maakt naar de profs en onmiddellijk een zware bergrit wint op de Mont Faro, dan heb ik daar een grote bewondering voor. Alleen is het mislopen, maar laten we vandaag toch wel eens de nadruk leggen op het buitengewone talent dat Van den Broeke had. En het was een pedaleur de charme. En dat zal ik altijd blijven onthouden. Zijn passie voor de wielersport, zijn gedrevenheid. Alleen zijn gedrevenheid is ook zijn ondergang geworden. Vandaag kan ik zeggen dat zijn passie voor de wielersport ook zijn dood is geworden. Johan Museeuw, hartelijk dank voor dit.